Hallo. Hallo. Ik vraag wat jij doet vanavond. Ja, ik ben hier gewoon bij de studio. Ik ben de vorige keer ook gekomen, gewoon vriendelijk. Oké. Okay. En toen hebben ze me weggestuurd. Ze ja, er is niks hier, je kan niet komen. Ja. Maar ik ben hier gewoon om te bidden tegen alle de leugens die hier binnen verteld worden over mijn zaak, over de politiek. Mm-hmm. Joost Eertmans is hier, die heeft mij al vaak beledigd. Die is ja, gewoon een hele slechte politicus. Ook Jan Paternotte heb ik ook geen contactverbod mee. Ik heb alleen een contactverbod met het kabinet. Alleen met de minister, staatssecretarissen. En met Joris Demmink en met mijn ex-collega. Dus ik mag hier gewoon zijn. En hun zijn gewoon heel laf om jullie erbij te halen. Dat toont gewoon aan hoe bang mensen zijn voor mij. En dat was de vorige keer ook al. Ik mag hier gewoon zijn. Het is openbaar terrein. En ik heb niks tegen jullie. Maar ik heb wel iets tegen de leugens van de mainstream media. Want daardoor gaat het land verloren. Ja, mag je ook gewoon zijn. Nee, je gaat niemand lastigvallen. Je gaat ook niet de orde verstoren. Nou ja, dat heb ik ook niet gedaan. Dat wel gebeurt. Nee, ik geef alleen vast aan welke grenzen wij stellen. Je gaat niet de orde verstoren. Je gaat niemand lastigvallen. En als wij vinden dat het wel gebeurt, dan gaan wij daar jou op aanwijzingen geven. En die op te volgen. Is dat duidelijk? Ja, dat is duidelijk, ja. Moet je legitimatie blijven. Waarom? Ik wil graag weten wie je bent. Hij weet wie ik ben. Hij spreekt me bij mijn voornaam net aan. Nee. Nee, maar ik wil wel voor het vastleggen van de gegevens je legitimatie bijzetten. Wat staat er daar? Dankjewel. Ben je live? Ja, maar met de is bijna leeg, dus hij gaat zo uitvallen. Ah, okay. Wat staat hier? Waarheid is de vijand van een corrupte overheid. Oké. Maar goed toch? Ja, mensen, ik liep gewoon hier in de buurt zoals elke avond en ik dacht, ja, wie zou er vanavond in de uitzending komen bij Jinek? Misschien is het leuk om even langs te gaan. En ja, twee belangrijke personen in de politiek. Max, volgende. Eertmans en Paternot. Binnenhof gecontroleerd. Toen ik jij een mes in je rugzak hebben gehad. Ik heb een mes in mijn rug gehad, ja. Bedoel je dat? In je rugzak gehad. In mijn rugzak, ja. Een broodmes, zeiden ze. Je rugzak even afdoen. Dankjewel. Mijn collega gaat ook even fiëren bij je zo. Ja, is goed. Of je wacht met je handen uit je zak te halen als je wilt. Yo, doe niet zo overdreven. Zijn we goed? Ik ben heel gevaarlijk, mensen. Vijf beveiligers kunnen mij niet handelen, dus ze halen politie erbij. Dat ik alleen maar hier de boel sta in te zegenen, dat de leugens ter val mogen komen. De bedriegerij, de misleiding, de corruptie, de oplichting van de media. Jinek promoot D66, PvdA. En wij worden nooit gepromoot. Wij worden nooit in een zonnetje gezet. Ik ga je even onderbreken. En dan kun je zo verder met je af. Wat moet ik doen? Ik ga even kijken. Als je dit even goed kunt zeggen. Kan je alles uit je zak halen? Gewoon wat je hebt? Ja, waar moet ik het neerleggen? Ja, geef het maar. De telefoon mag je wel vasthouden. Ik kan denken voor de... Ik moet gewoon even opplakken wat je bij hebt. Is in orde. Oké, dankjewel. En wat vinden jullie er zelf van? De verkiezingen, gaat het wat bewerken? Komen we vooruit met dit land nog? Of alleen maar crisis op crisis? We hebben ons er nog niet in verdiept, tenminste, ik er niet. Nee, maar je komt wel dagelijks meer crisissen tegen in Amsterdam op straat als je hier werkt. Meer daklozen, meer armoede, meer gestoorde mensen. U ziet vooruitgang nog in Amsterdam? Nee, ik geef geen... Ik hou liefst. Wat is dit voor speltje, als ik vragen mag? Van mijn team. Het team waarvoor ik werk. Nou, mooi speltje. Magere Brug. Daar ben ik ook geweest net. Mooi, man. Wat vond je ervan? Ja, mooi. Mooie omgeving. Ja. Rustgevend. Ja, toch. Dacht ik ook. Oké. Wat ga je verder doen vanavond? Nou ja, ik ga zo naar huis. En dan? Ja, morgen weer naar Den Haag. Oh, Den Haag.
Morgen weer, ja. En wat ga je daar doen? Ik ben werkzoekende, maar door de media word ik niet aangenomen. Omdat mensen mijn naam kennen of invullen bij Google. En dan komen ze iets allerlei zaken tegen. Ook in mijn cv heb ik ook opgezet dat ik een activist ben. Ja. Maar de media heeft mij gewoon gedemoniseerd. Neergezet als een bedreiger. Terwijl ik heb Kaag niet bedreigd. Ik heb haar geconfronteerd. Dat is heel wat anders. Ik heb haar ook niet geïntimideerd. Ik heb haar alleen uitgescholden voor NSB'er. Maar ik heb daar bewijzen voor. NSB-gedrag moet je ook bij de naam noemen. Als jij iets fout doet, dan wordt het ook gezegd. Als ik iets fout doe, wordt het gezegd. Als hun iets fout doen, dan draaien ze eromheen. Dan zeggen ze, ja, ik ben het vergeten of ik weet van niks. Okay. De feiten moeten op tafel komen. Wij zijn activisten, wij zijn de oppositie. Dit is geen oppositie in de media. Het is gewoon, ze werken gewoon mee met het systeem. Het systeem is het probleem. Rijk wil rijk blijven, rijk wil aan de macht blijven. En daardoor worden jij en ik tegen elkaar uitgespeeld. Ja, ja. Jij staat hier om mij als een crimineel te behandelen. Terwijl daadwerkelijke criminelen zitten daar aan tafel. Vind je dat ik u als een crimineel behandel? Nou, ik word gecontroleerd. Ik moet mijn ID laten zien. Ik heb misschien een mes in mijn tas. Nou, we zijn wel eens gesprek aan het voeren, toch? Nee, je geeft geen antwoorden. Je wil niet spreken. Ik geef geen antwoorden. Ik zei toch dat ik geen mening heb. Nee, maar je bent een volksvertegenwoordiger. Je bent voor de politie. Je bent waakzaam en dienstbaar. Dan moet je toch wel een mening kunnen vormen over de politiek. Ja, alleen wat maakt mij politieke voorkeur uit voor jou. Waarom zou je dat willen weten? Dat ja, of je aan mijn kant staat, of je meedoet aan waar wij mee bezig zijn om Nederland er vooruit te brengen. Iedereen heeft toch zijn eigen mening. Dus iedereen kan toch stemmen waar hij op wil. Dan hoeft het toch niet jouw kant te Nee, doen. Want ik kon niet eens meedoen aan de verkiezingen. Dat is geblokkeerd. Ik was kandidaat. Ze hebben mij tegengewerkt als kandidaat. Wilde je een politieke partij starten? Ik ben al lid van een politieke partij. Ah, oké, welke? Jezus leeft. Jezus leeft. Ja, ik heb er wel eens over gehoord. Ja. Wat voor werk zoek je eigenlijk? Was ik wel benieuwd naar. Nou ja, bij jullie kom ik niet zo gauw in dienst. Dat is ook niet echt nu een ideale tijdperk voor mij om bij jullie in dienst te gaan. Maar ik werk graag in de zorg. Of verhuizingen ben ik ook goed mee. Maar vooral de zorg ligt me goed. Met mensen werken, hulpbehoevende mensen bijstaan. Okay. Dat soort baantjes liggen me goed. En het liefst part-time, zodat ik ook verder kan gaan als activist. Heb je dat ook gestudeerd? Of? Ik ben eigenlijk meer geschoold in de Bijbel en in religie. Theologie heb ik fulltime gestudeerd vroeger. Dus ik ben religieus opgevoed en door mezelf dan gewoon veel studie gedaan. Zelfstudie. En ik heb altijd in de zorg gewerkt, 8 jaar lang. Welke religie heb je verdiept dan? Alle. Alle? Ja. Okay. Ga je ook naar de kerk elke zondag? Ik ga even de live eindigen, want mijn batterij is bijna leeg en dit is gewoon een normaal gesprek. Dus ik verwacht geen escalatie, anders laat ik het jullie weten. Fijne avond mensen, tot later.